keer uit de organisatie geweest in de eerste helft. En zoals mijn collega zegt, dat was bijna een doelpunt. Dus daar hadden we een goede redding van Koen nodig. Voor de rest denk ik dat de verdediging aan twee kanten meester was op de aanvallers. En dan kan een wedstrijd op 0-0 eindigen. En ik hoor dat Felice tevreden is met een punt hier. En achteraf moeten wij ook zeggen, kijk, dan moeten wij ook tevreden zijn. Het is de vierde wedstrijd op rij. Dat je niet verliest, dat je voelt dat mensen er vol voor willen gaan, als team, als individu. De nul gehouden vandaag ook weer al. Ja, oké, maar dat is ook iets wat de afgelopen vier matchen nog alles is gebeurd. En we weten dat als iedereen zijn taken uitvoert en iedereen kan die 100% mentaliteit tonen, dan is het heel moeilijk om toch ons te passeren. En dat is vandaag gebleken. Je speelt tegen Charleroi, een ploeg die derde staat. Een goede ploeg, veel kwaliteiten erin en veel power ook in die ploeg. En ja, dan weet je dat het een moeilijke match wordt, maar ik denk echt heel een match bezien. Is de 0-0 wel correct. Veel gevochten op middenveld ook. En ik denk dat we als ploeg toch wel vrij goed gedaan hebben. Sommige dingen kunnen zeker en vast nog beter. Maar oké, met dat puntje zijn we tevreden. Ik heb het gevoel dat mijn aanvallend ingestelde spelers nog te veel met hun eigen rol bezig zijn. Het is nog niet 1 plus 1 is meer dan 2. En daar moeten we iets aan doen. Dat is niet zo evident als een jongen van jong Ajax koppelt aan een Congolees die enkel in Frans denkt. Dus die kunnen elkaar wat dat betreft nog niet helpen, te weinig helpen. En dat is een proces wat we in gang moeten steken, waar ik samen met Vedran Pelic, die toch wat dat betreft veel ervaring heeft om aanvallers op te leiden en te begeleiden, veel werk in proberen te steken en hopelijk werpt dat binnenkort zijn vruchten af. Want dat is wel, we moeten eerlijk zijn, jongen van 19, jongen van 20 met Nico Rommels erachter, jongen van 21. Hè. Dus alle drie samen 60 jaar, ongeveer zo oud als de trainer. Dat wil toch zeggen dat de toekomst is. Eigenlijk is dat de toekomst van Westerlo. En ik wil die gasten maximale kansen geven om zich te ontwikkelen. En ik weet zeker dat daar muziek in zit naar de toekomst toe. Oké, nu hebben we 8 op 12 gepakt. Nu staan we terug bij de rest terug erbij. En, nu is het zaak van de volgende weken. Ook al weten dat het heel moeilijk is, of heel moeilijke matchen eraan komen. Om hier en daar toch proberen iets te sprokkelen. Het is zeker een zwaar programma, dat wist op voorhand. Maar ik denk dat we op tijd zijn begonnen met de nodige punten te sprokkelen. En nu moeten we zeker verder blijven werken aan die organisatie en de tegenstanders die nu komen zo moeilijk mogelijk proberen te maken. Omdat er toch ook voetballende tegenstanders zijn die er voetballend door willen geraken. Maar ik denk als we dan goed in de organisatie kunnen zitten, dat ook moeilijk zal zijn voor de volgende tegenstanders.